Een vriend van Jeffrey nam de stunt op. Afgelopen vrijdag om 4:45, een kwartier voor sluitingstijd, sloeg hij toe. Op dat moment liep er niemand, dus ik dacht, ik moet het heel snel neerhangen. Ja, en het is ook gelukt. Vandaag ging Jeffrey terug naar het museum om te vertellen hoe hij te werk ging. Hoe groot was het schilder, hè? Het is best een kleintje. Hij zit in je jas. Het schilderij werd met zeer stevige plakband opgehangen. Is het wel goed beveiligd hier? Ja. Maar dat blijkt. 4:45. Je hebt erover nagedacht. Want ze zeggen dat beveiligingen in musea zo goed zijn, maar het blijkt wel dat het gewoon niet zo is. En iemand die om 4:45 hier naar binnen zou gaan, die bijvoorbeeld een bom zou kunnen plaatsen, die krijgt ook voor elkaar. Zaterdagochtend om 10:45 vond de bewaking het schilderij. En zo hing het werk van Jeffrey toch mooi 18,5 uur in het Van Abbe. De meeste kunstenaars waar ik mee omga, die dromen voor in het Van Abbe Museum te komen hangen. En die kregen die voor elkaar en ik dacht van ik ga eens proberen dat ik het wel voor elkaar krijg. Maar gaan jullie nou de veiligheidsmaatregelen aanscherpen? Als je op zoek bent naar een Schipholverhaal, dat zul je van mij niet krijgen. Ben ik daar gelukkig ook niet naar op zoek? Toch is het niet de eerste keer dat er een geintje uitgehaald wordt met het Van Abbe Museum in Eindhoven. Eerder lukte het deze skateboarder al om van het dak van het museum af te springen. Jeffrey krijgt het schilderijtje waar hij een half jaar aan werkte terug van het museum. En dan gaat hij het via Marktplaats verpatsen. Als het schilderij dat toch maar mooi in het Van Abbe hing.